Zelfs ik, die sien van die mens, het immers niet gekomen om gediend te worden, nie, maar om dienst te leveren en so zelfs mijn leven te geven als een losprijs voor baie mensen. Denk je daaroor, Hebreërs 1 sê vir ons dat Jezus weerkaat die Vaderse heerlijkheid. Jezus, wat deel is van die drie eenheid, kom naar die mens toe en hij komt dien. Hij is niet arrogant, nie, hij is niet hoogmoedig, nie, hij komt geef ons een voorbeeld van hoe dit lijkt. Nou, ek en jij, wat dan sy beeld geskaap is, kan dan ook dien. Kom ons wees soos 'n kelner. Ons wat koningskinders is, kan dan ook soos Christus kom om te dien. Kom luister saam. Welkom bij dag 7. Dit is so lekker om samen met jullie de laatste 7 sessies te komen kuier. Onthou, daar is nog 1 sessie wat komt, die samenvatting wat jullie morgen gaan krijgen. So wees zeker dat jullie daar niet gaan mis nie. Vandaag gaan ek bietjie gesels oor hoe lyk het om een koningskind te wees, maar ook een kelner. Het is nogal voor ons belangrijk om te verstaan dat, soos ons die laatste paar sessies gesê het, ons is gemaakt in Godse beeld en die naam wat hy oor ons uitspreek en dit wie ons is, nou, ons identiteit. Maar dat ons nie arrogant sal raak, of verhewe sal raak, of met een ego probleem sal sit in hierdie positieve identiteit nie, maar dat ons juist dit sal gebruik. Soos Paulus sê, dat ons hierdie vrijheid sal gebruik om mensen te dien, soos Christus mensen te dien. So dankie dat jy saam met ons luister. Vandaag gaan ons praat oor om te dien. In Markus 10 vanaf vers 45 af, dan hoor ons dat Jesus sê, hy het nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien. En wanneer ons sê, soos wat ons die laatste paar sessies sê, dat ons vind ons identiteit in wie Christus is, dan die manier hoe ons leven, soos in die vorige sessie, ja, koninkrijkslewe, die manier hoe ons leven, soos Christus, is nie, ek weet, Adam Grant op een stadium het hy die boek gehad waar hy gepraat oor givers en takers, is nie om te kyk hoeveel ons kan vat nie, hoeveel ons kan van mense kry nie, maar die idee is om te kyk hoe kan ek gee. Hij is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Mijn vraag dan voor jou is: hoe dien jij? Het is dus een kelner. Ik denk wanneer ons die woord dienst hoor, dan sukkel ons om te verstaan dat een kelner is gereed om te dienen. Een kelner staat zo gereed elke keer om te zien: is dat een manier hoe ik kan helpen? Een manier hoe ik kan gereed wees om mensen bij te staan? Is jij gereed om mensen te helpen? Is je gereed? Staan je recht met jouw vadoek om mensen te helpen en bij te staan? Ons is kinders van die Vader. Ons is mede-erfgenamen saam met Jesus Christus. En Jesus' voorbeeld is om te dien. Ek en jij kan kelners wees, want ons is ook kinders van een koning. Als gevolg van die gebrokenheid van ons leven, weet ik dat baie mense sukkel met zelfbeeld, die manier hoe ons onszelf zien. En daarom heb ik jou op die 7-dae journey gevat om te weten, het is belangrijk om te weten in wiese beeld ek geskaap is. Het is belangrijk dat ik moet kan vergeven en te kan vryspreek. Het is belangrijk voor mij om te weten dat ik een zekere manier moet leven. Want die goed wat ik doe, reinforce, nou, versterk die manier hoe ik denk over mezelf en mij. Identiteit en die naam wat oor my uitgesprek is. En daarom weet ik ook dat ego en selfbeeld loop saam. En een van die maniere wat my kan help om te werk aan hierdie ego en hierdie selfbeeld, is om ander mense te dien. Nie noodwendig wat ek kan kry uit die situasie uit nie, maar wat ek kan gee en dien. Want dis wat Jesus Christus gedoen het. Nou, soos ons inleiding gehoor het, dat hy het gekom om te dien en nie gedien te word nie. Want is juist in hierdie dienende postuur, wat ik iets besef van mijn identiteit. Het is hierdie foolproof system, als ik het zo kan stellen, van wanneer ik mensen lief het en andere mensen het mij lief, en ons vraag die hele tijd die vraag af, wat kan ik voor je doen? Hoe kan ik je helpen? Het is een van die kenmerken van die christelijke geloof, van die kerk, van die ecclesia, is ons wat gereed staan, soos 'n kelner, om te dien. Ons is koningskinders, maar ons is ook kelners. Mag jij groeien in jouw kelneridentiteit ook om mensen te dienen, soos Jesus Christus? Kom ons bid saam. Hemelvader, wanneer ons hoor dat ons is koningskinders en ons is gemaakt in die beeld, mag daar niet in onze verwaandheid de arrogantie wees nie, maar nederigheid,
een dankbaarheid oor hierdie genade. Maar mag hierdie genade my drijf om te wees soos Christus, een kelner, gekom om te dien, om te helpen, om gereed te staan om mensen te helpen. Niet om verhewe met een ego of een selfbeeld te sit, wat ek wil nie mense help nie, maar ek wil, want U is lief vir mense. Ek wil ook lief wees vir mense, ek wil ook mense help, want is vir U belangrik. So help my daarin, mag ek dien. In Jesus' naam. Amen.